Goedemiddag allemaal. Welkom op dit webinar over hernieuwbare elektriciteit op bedrijventerreinen. Mijn naam is Robin Kwaks, programmamanager bij TK IOM Energy. En ik ben vandaag jullie dagvoorzitter. Dit webinar is het tweede webinar uit een reeks over de verduurzaming van bedrijventerreinen. Vorige maand hebben wij het al over warmte en koude op bedrijventerreinen gehad. En in het najaar gaan wij nog in op energierenovaties en op elektrificatie van bedrijventerreinen. Nou, zoals gezegd, vandaag gaan we het hebben over hernieuwbare elektriciteit op bedrijventerreinen. We hebben een ontzettend vol en leuk programma voor jullie samengesteld. Waar ik jullie eventjes kort doorheen zal praten. We beginnen met een plenair programma. Drie sprekers. Ja, zo sta ik goed in beeld. We zullen beginnen met een bijdrage van Roderick van Meijenveld van Prologis. Die zal wat vertellen over het perspectief van zon op dak vanuit een vastgoedpartij. Anouk Jusolino die gaat ons inwijden in het aanvalsplan zon op dak van de provincie Zuid-Holland. En Erik van Marrewijk die licht het zon op drijfdaken concept toe van Econetic. Daarna hebben we een aantal interactieve breakouts voor jullie voorbereid. Die ga ik straks verder toelichten, de onderwerpen en ook wat daar precies van jullie verwacht wordt. En we sluiten af met een paneldiscussie. En aan het einde, belangrijk om te vermelden, is er tijd voor matchmaking. Dan heb ik wat praktische tips voor jullie, maar eerst gaan wij een poll openzetten. En als het goed is, is die voor jullie nu in beeld. En eigenlijk wat wij jullie vragen is, wat zien jullie als belangrijkste knelpunt voor zon op dak op bedrijventerreinen? Er zijn een aantal antwoordopties. En terwijl jullie die poll invullen, ga ik even wat praktische tips met jullie delen. In het linkermenu van de poorten waar jullie in zijn, daar kun je switchen tussen het hoofdpodium, de sessies en de matchmaking. Ga dat niet doen, want dan stap je uit het plenaire deel. Maar je kunt dus op gedurende de hele tijd kun je ook gebruik maken van de matchmaking. Je kan je vragen stellen in de chat. Ik moedig iedereen aan om vragen te stellen. En wij hebben ook een helpdesk. Als jij technische problemen hebt, die vind je onder de sessieknop. Dus heb je nou technische problemen, ga dan even naar de sessies en dan zal iemand van de organisatie je verder helpen. Verder wil ik even aandacht vragen voor alle partners die deze webinarserie ondersteunen en promoten. Die zien jullie hier aan deze kant naast mij in beeld. Grote groep stakeholders die dit ondersteunt. WZK, RVO. We doen deze serie samen met Duurzaam Gebouwd. En nog veel meer partijen. Nou, inmiddels zie ik behoorlijk wat stemmen in de poll binnenkomen. En ik ben even benieuwd wat jullie allemaal denken. Ik zie een duidelijke winnaar. Als in winnaar, als in grootste knelpunt. De meeste stemmen gaan naar dat er onvoldoende ruimte op het elektriciteitsnet is. Dat een belangrijk knelpunt is voor zon op dak. Nou, een van onze breakouts die zal ook gaan inzoomen op die netproblematiek. Dus Ton en Evert, ik vermoed dat jullie stuk interesse heeft. Maar ik zie verder ook constructieve beperkingen van daken krijgt veel stemmen en dat de business case moeilijk rondkomt. Ik zie, er is één iemand die gelooft dat het maatschappelijk draagvlak voor zon op dak laag is. Nou, gelukkig is die stemmen daar niet veel mensen op. Ik heb hem even tussen gestopt om toch even te benadrukken dat ondanks dat het best een uitdaging is om zon op dak te realiseren, is een van de grote voordelen op dit moment is dat wij dit met z'n allen willen. Dus er ligt best een goede kans om dit te gaan inzetten. Ja. En ik zie nog weinig mensen die voor windenergie kiezen. In een van onze breakouts gaan wij ook de kansen voor windenergie verder toelichten. Dus misschien kunnen we nog wat mensen overtuigen dat dat ook een goed idee is. Dan wou ik
eigenlijk onze eerste spreker gaan introduceren. Dat is Roderick von Meijenveld van Prologis. Welkom, Roderick. Dankjewel, Robin. Roderick, jij werkt voor Prologis, grote vastgoedaanbieder. En wij zochten voor dit webinar eigenlijk specifiek zo'n soort partij, omdat we van jou eigenlijk willen horen van wat is jullie visie op Zon op Dak? Hoe kijk je er tegenaan? Wil je het niet? Waar loop je tegenaan? Mm-hmm. En we hebben jou gevraagd om ons daarin mee te nemen. Ja. Dus aan jou het woord. Nou, hartelijk dank voor de uitnodiging en daar kan ik wel het een en ander over vertellen. Eens even kijken. Ik scroll even door voordat ik begin met mijn presentatie. Ja, daar is die. Zonnedaken en Prologis. Mijn naam is Roderick van Meijenveld. Ik ben Real Estate en Customer Experience Manager bij Prologis. Dat houdt in dat ik verantwoordelijk ben voor een groot klantenpakket in de Benelux. En ik hou me ook bezig met de uitrol van al deze zonnedaken die wij in Nederland aan het ontwikkelen zijn. Wellicht is het goed om eerst even iets te vertellen over wat Prologis eigenlijk precies is. Want niet voor iedereen is Prologis een bekende organisatie. Dat is helemaal niet erg. Maar we zijn toch wel een behoorlijke grote speler in de logistieke vastgoedmarkt. Wat je hier ziet zijn een aantal kengetallen. En een kaart van Europa. Prologis is van origine een Amerikaans bedrijf. Is in 1983 eigenlijk ontstaan. En is voornamelijk ook actief op de Amerikaanse markt. Jaren later hebben we ons uitgebreid naar Europa als afzetmarkt. En je ziet, we zijn actief in behoorlijk wat landen. Waaronder Nederland, maar ook de UK, Zweden, Duitsland, Polen, Frankrijk, Spanje, nou, noem maar op. Een hele hoop. Totaal hebben we daar ongeveer 18,8 miljoen vierkante meter aan vastgoed. Dat klinkt heel veel, maar in de logistieke vastgoed gaat het echt om de vierkante meters. En dat is behoorlijk veel. Gemiddeld hebben wij ongeveer 10.000 vierkante meter per pand beschikbaar. We zijn actief in 12 bedrijven. En 458 medewerkers en in totaal, dus heel wereldwijd, 4 continenten waar we actief zijn, hebben ongeveer 92 miljoen vierkante meter. Dus best omvangrijk. Totaal dus 4718 vierkante meter. Binnen het DNA van Prologis staat sustainability echt ontzettend hoog in het vaandel. Wij willen graag koploper zijn in elk marktsegment waar we actief zijn. En dat zit hem ook in zonnepaneeldaken. Waarom willen we dat? Twee redenen eigenlijk. Enerzijds omdat we die vierkante meters nuttig kunnen inzetten. De dakoppervlakte die veel al kaal zijn, kan je volleggen met zonnepanelen. En anderzijds merken we ook dat de klanten vragen om een sustainability strategie. Dan zoom ik even in op waar komen wij vandaan. Zonnepanelen in Nederland, daar zijn we al een tijdje mee bezig. En hoe doen we dat? En hoe lang doen we dat al? Dat doen we een jaar of 4. In 2017 zijn we ongeveer begonnen met de aanvragen van subsidies. Om dit soort trajecten mogelijk te maken. Dat is gelukt. En vervolgens zochten wij een partner om dat samen met ons te kunnen ontwikkelen. Wij zijn namelijk een vastgoedexpert, weten veel van gebouwen aan zich, maar weten niet zo heel erg veel over zonnepanelen. Dus dat hebben we gevonden. We hebben daar een pitch voor uitgeschreven, er is voor getenderd. En eigenlijk is daar naar voren gekomen dat wij dat met Sunrock gingen doen, Sunrock Investments. Dat doen we nu al een jaar of 4. En we hebben sinds 2018 hebben we de eerste daken met elkaar gesloten. Sunrock ontwikkeld, wij stellen de daken beschikbaar. In 2019 kwamen we erachter dat het succesvol was, het programma. En dat we van de nieuwbouwontwikkelingen, waar al rekening wordt gehouden met de capaciteit, technische capaciteit om de zonnepanelen te kunnen dragen, dat we toch graag verder wilden kijken naar de bestaande bouw. Prologis is niet alleen een vastgoedontwikkelaar, maar ook een vastgoedinvesteerder. Dus wij kopen ook logistieke panden. En die zijn veelal een stuk ouder dan de nieuwbouwontwikkelingen.
om daar zonnepanelen op te leggen, nou, dat is behoorlijk uitdagend. En dat komt met name omdat de technische haalbaarheid ervan vaak te wensen overlaat. Er is simpelweg 20 jaar geleden geen rekening gehouden met het realiseren van zonnepanelen op daken en het gewicht daarvan. Nou, daar hebben we een hele structuur voor opgezet. Daar kom ik later nog even op terug. In 2020 hebben we de mijlpaal bereikt van 108 megawatt gecontracteerde zonne-energie op het daken. En in 2022, klein blik in de toekomst, kijken we eigenlijk verder wat zonnepanelen nog meer te bieden heeft. Dus niet alleen het leggen van zonnepanelen op daken is een doel, maar ook wat kan je er eigenlijk mee en hoe kan je dat nuttig inzetten. Dit is een voorbeeld van een pand in onze portefeuille. Dit is gelegen in Nieuwegein DC2 naast de A27. Dit dak ligt helemaal vol met zonnepanelen zoals je ziet. Eerst hebben we het verder weggelegen gedeelte voorgelegd en later dit gedeelte. Nu zul je vast willen weten hoeveel levert dat op. Ik heb de kerngetallen even niet paraat, dus dat moet ik helaas schuldig blijven. Ga ik verder naar de volgende. Dit zijn even de doelstellingen die we nu gehaald hebben. 110 megawatt op 30 gebouwen. Dat geeft ongeveer energieproductie voor 26.500 huishoudens. Dat is behoorlijk wat, maar we zijn er echt nog lang niet. Het doel is dat we de hele portefeuille volleggen met zonnepanelen. Dat is niet zomaar te realiseren. Maar met de techniek en ontwikkeling daarvan zien we de toekomst zonnig tegemoet. En dat is daarmee ook als doelstelling dat we 200 megawatt op 64 panden voor 43.000 huishoudens willen volleggen in Nederland. Hoe ziet zo'n tijdslijn er dan uit? Hoe pak je zoiets aan? En dat is best wel ingewikkeld, zijn we achtergekomen. Door schade en schande zijn we wijs geworden. En dat, je ziet hier, het is een beetje klein, maar je ziet hier in een nutshell zie je wat de doorlooptijden zijn van dit soort projecten. En dan kan ik het bijna van hier niet eens lezen. Maar het komt erop neer dat je in principe begin je met de technische feasibility. Dus je wil de technische haalbaarheid toetsen. Hè? Dus je wil ook zeker weten dat het dak die zonnepanelen kan dragen. Je moet afspraken maken met de huurders die de pannen van ons huren. En allerlei andere risico's die vooral verzekeringsgerelateerd zijn, die moet je afdekken. Daar zijn de eerste maanden zijn daarmee gemoeid. Vervolgens ga je naar een afrondende fase. Dan ga je met elkaar het contracten aan, hè, dat je ook gaat ontwikkelen. Dat doe je enerzijds met de PV-partner, anderzijds maak je ook afspraken met de huurder daarover. En vervolgens komt de projectfase, dus de uitvoeringsfase is het eigenlijk. Dat heeft ongeveer een doorlooptijd van 2 à 3 maanden. Hangt af van hoe groot dak het is. Hangt af van de beschikbaarheid van zonnepanelen. Daar hebben we de laatste tijd ook wel wat mee te maken, helaas. En daarna komt de looptijd van het project. Nou, dat doen we gemiddeld tussen de 16 en de 20 jaar. Dat zijn de afspraken die we met onze partner hebben gemaakt. Ga ik door. Nou, dat is weer een screenshot van een foto, of eigenlijk een foto van een locatie van ons. Dit is dan gelegen in Tilburg, Tilburg DC5. Deze ligt ook vol met zonnepanelen. Je ziet dat er rekening gehouden moet worden met allerlei aspecten die op een dak aanwezig zijn. Je ziet luchtbehandelingskasten staan. Je ziet kantoorsecties die meestal vrijgehouden moeten worden van panelen. Nou, al dit soort specifieke zaken. Die zijn onderdeel van de technische eisen die wij stellen. Dat hebben wij een aantal jaren geleden hebben wij dat heel nauwkeurig opgesteld. En rekening houdend met alle technische risico's die zonnepanelen op een dak met zich mee kunnen brengen. Maar ook bijvoorbeeld ruimte die je moet reserveren voor eventuele toekomstige aanpassingen. Je kan best voorstellen dat de toekomst die vraagt iets anders qua verwarming en koelen van kantoren dan op dit moment het geval is. Daar moet je dakvlakken voor reserveren en vrijhouden. Maar daarnaast moet je ook de daken beschikbaar houden om erop te kunnen bewegen en het onderhoud te kunnen doen. Dus de randen van het dak moeten vrij blijven. Nou, dat zijn allemaal elementen die in die technische specificaties naar voren komen. En dus ook onderdeel zijn van elk nieuw traject. Dus elk nieuw pand moet voldoen aan die technische eisen die we daaraan stellen. Dit is een klein overzicht van de locaties die we nu allemaal gecontracteerd hebben. Hoe groter de bollen, hoe meer locaties hebben we daar met zonnepanelen gerealiseerd.
En je ziet een aantal screenshots eruit. Hè. Tilburg DC4 is dan genoemd. Dat is een van de eerste locaties die wij hebben volgelegd met zonnepanelen. Nieuwegein DC2 daartegen is een van de laatste. Nou, je ziet de concentratie in Tilburg. Dat is links onder het grootste bolletje. En in het midden Eindhoven het grootste bolletje. En rechts in Venlo het grootste bolletje. Dat die daar vrij hoog is. Dat komt nou eenmaal omdat daar de portefeuille van Prologis het ook het sterkst vertegenwoordigd is. En we hebben een klein single bolletje in België. Daar zijn we op dit moment pilots aan het draaien om ook daar zonnepanelen op de daken te leggen. Maar dat laat ik nu even buiten beschouwing. Hoe werkt het nou precies? Hè? Wat is nou de constructie die wij toepassen? Feitelijk wat wij doen is, hè, wij stellen het dak beschikbaar voor een PV-partner. In dit geval is dat dikwijls Sunrock. En die PV-partner die ontwikkelt voor ons het systeem. Wij als eigenaar kunnen hiermee aantonen dat wij onze daken groen beschikbaar stellen voor de groene energie die het oplevert. Maar eigenlijk gaat het niet zozeer om ons als eigenaar. Het gaat er meer om dat wij de huurder er ook gebruik van kunnen laten maken. Enerzijds kan het door directe stroom af te nemen. Anderzijds kan het ook door de soortgeheten GVO's heet het dan, garantie van oorsprong certificaten af te kunnen nemen. En die cirkel proberen we elke keer rond te maken. Dus dat is een consortium tussen enerzijds de PV-partner, wij als eigenaar, als intermediair, en de huurder die daar ook de vruchten van moet kunnen plukken. Dan gaan we naar de lessons learned, want je raadt het al, dit gaat niet zonder slag of stoot. En je moet echt het sterk geloof hebben in duurzaamheid en ook het ontwikkelen van dit soort daken om het ook realiseerbaar te maken. En één ding waar wij echt wel achter zijn gekomen gedurende de looptijd en de samenwerking die we hebben, is dat niets vanzelf gaat als het gaat om zonnepanelen. Het is wat dat betreft een markt die krankzinnig in ontwikkeling is. Er gebeurt heel erg veel en elke maand is er wel weer een nieuwe ontwikkeling die meer mogelijk maakt. En dan proberen we elke keer bovenop te blijven zitten. Maar om nou een paar punten te noemen die toch wel terugkomend zijn en zorgen voor vertraging van het realiseren voor dit soort projecten, zitten met name in de verzekerbaarheid. Zonnepanelen worden dikwijls in verband gebracht met toch wel risico's op brandgevaar. Op zich geen gekke vragen en ook niet onterecht. Maar je merkt dat er heel veel verhalen er rond te gaan over de risico's die er zijn. En die zijn niet altijd één op één vergelijkbaar. Prologis leeft in de veronderstelling dat als je heel goed nadenkt over de risico's die het met zich meebrengt. En dat ze goed als mogelijk probeert af te dekken door technische innovaties. Dat je daarmee eigenlijk de risico's tot een minimum kan beperken. Wat is een ander punt wat vaak tot een probleem leidt? En daar kan niemand echt veel aan doen. Behalve de ontwikkeling en innovatie, dat is de technische haalbaarheid. Wij lopen toch nog wel tegenaan dat een aantal panden in onze portefeuille gewoon niet geschikt zijn voor zonnepanelen, omdat ze simpelweg niet dat gewicht kunnen dragen. Dat is een lastig aspect. Anderzijds, wat heel actueel is op dit moment, en het werd net al genoemd in de poll, dat is de netcongestie. Er is simpelweg in sommige locaties is het op dit moment code rood. En dat zorgt ervoor dat we simpelweg niet kunnen terugleveren op het net. Dat is een probleem, een serieus probleem ook, want dat zorgt ervoor dat we eigenlijk niets kunnen realiseren. En dat zet een hele hoop projecten eigenlijk on hold, wat lastig is, laat ik het zo zeggen. Een ander laatste punt is de regelgeving. Omdat zonnepanelen toch best wel niet in de kinderschoenen meer staat, maar continu een verandering onderhevig is, merk je ook dat die regelgeving daarop mee probeert te hobbelen. En dat zorgt ervoor dat het soms lastig is om dingen voor elkaar te krijgen. Dan het laatste, what's next? Nou, ik heb twee plaatjes toegevoegd. Wat is de toekomst? De toekomst is CO2 neutraal. Dus van het gas af, elektriciteitsvoorziening helemaal compleet zelf organiseren.
Linksboven zie je een plaatje van een pand wat we in Duitsland hebben gebouwd, die daar probeert toepassing op daar iets mee te doen. En rechtsonder zie je juist een plaatje van een netwerk van energieproducenten die in het veld staan, los van dat we gasinstallaties en kolininstallaties hebben. Dat was het. Dank je voor tijd. Hey, hartelijk dank, Roderick, voor dit inkijkje in jullie beweegredenen. Geen dank. We lopen uit de tijd. Jij komt straks nog terug bij de paneldiscussie. Ja. Dus ik stel voor dat wij prangende vragen voor die paneldiscussie bewaren. Laten we dat doen. Ik dank jou nu hartelijk voor deze bijdrage. We zien je straks weer terug. En dan gaan we door naar de volgende spreker. Super, dankjewel. Onze volgende spreker is Anouk Jusolino. Die wordt ingebeld via Zoom. Hallo Anouk, ik kan jou goed zien. Anouk, jij werkt voor de provincie Zuid-Holland. En die hebben afgelopen jaren in toenemende mate van rugbaarheid het aanvalsplan Zon op Dak gelanceerd. Met een aantal stimulerende maatregelen en een visie. En in dat kader zijn wij heel benieuwd naar wat behelst dat aanvalsplan en hoe kan dat helpen om Zon op Dak voor bedrijventerreinen te realiseren. Ja, hartelijk dank voor deze uitnodiging, Robin. Allereerst even de test. Ik ben gewoon goed te horen voor iedereen. De techniek werkt helemaal uitmuntend. Ga ik nu vanuit? Ja, jij bent goed te horen. Prima. Nou, ik mag wat vertellen over ons aanvalsplan Zon in Zuid-Holland en in de provincie Zuid-Holland. Mijn naam is inderdaad Anouk Jusolino. Ik ben projectleider Zon op Dak. En ik ben daarnaast ook accounthouder voor de regionale energiestrategie in Alblasserwaard. Waarom? Een aanvalsplan. Zoals jullie zien heb ik geen presentatie die ik met jullie ga delen. Ik heb de presentatie wel stiekem in mijn vizier. Dus die gebruik ik wel als leidraad. En deze presentatie waar nog heel veel details en interessante links in staan. Die wordt achteraf graag met jullie gedeeld. Dus ik hoop dat we het op deze manier wellicht wat interactief kunnen houden. Dus die presentatie die is er. Die houden jullie helemaal te goed. Met wat mooie beelden. Ook over Zuid-Holland en de Zuid-Hollandse daken. Het aanvalsplan staat er ook in vermeld, dus mochten jullie meer informatie willen over het aanvalsplan, dan kunnen jullie dat er uitgebreid in nalezen. Nou, allereerst even iets over Zuid-Holland. Wat moet je weten over de provincie Zuid-Holland? Is dat het dicht bevolkt is, hè, zoals wel bekend. We hebben veel verstedelijkte gebieden. Er zijn natuurlijk ook wel wat dorpen, veel bedrijventerreinen. En we hebben natuurgebieden, alleen die natuurgebieden zijn vrij schaars. En daarnaast maakt het Groene Hart ook een deel uit van Zuid-Holland, van deze provincie. Het antwoord daarop, als we het dan hebben over de energietransitie, is dan dat we zoveel mogelijk zon op daken willen leggen. Dus dat we voornamelijk de daken zoveel mogelijk willen gaan inzetten voor het opwekken van duurzame energie. In een provincie waarin onbebouwde ruimte een schaars en waardevol goed is. Nou, nog even een hele korte introductie in beleid en regelgeving zonne-energie. Wellicht bij velen van jullie ook bekend. Maar we hanteren in Zuid-Holland hanteren we ook volgens de Nationale Omgevingsvisie, de NOVI, de motie van Dick Faber is ingebracht, namelijk de zonneladder. En die houdt in dat in eerste instantie zonnepanelen in combinatie met dubbel ruimtegebruik ingezet worden. Dus zoveel mogelijk op daken en gevels. Onbenutte terreinen, een bebouwd gebied wordt veelal ingezet. Prioriteit daarna heeft een landelijk gebied, maar dan nog steeds in combinatie met slimme functiecombinaties. En dan hebben we het bijvoorbeeld over inzet op vuilnisbelten, waterzuiveringsinstallaties, bermen van het spoor. En pas als vierde prioriteit, als we dan nog tekort komen, dan wordt er pas gekeken naar grootschalige inpassing van zon op land. Nou, daar zijn we in Zuid-Holland zijn we daar vrij strikt op. En dus we willen echt zoveel mogelijk zon op die daken leggen. Nogmaals, dat betekent niet dat we eerst alle daken gaan volleggen en dat we daarna pas naar die andere punten gaan kijken. Dat kan natuurlijk wel gezamenlijk oplopen.
Ja, als provincie hebben we natuurlijk geen formele rol. We stimuleren en we ondersteunen voornamelijk. Dus we reiken zoveel mogelijk tools aan. Communiceren waar mogelijk, faciliteren. Waar wij een rol voor ons wegzien. En we luisteren zoveel mogelijk naar onze partners in de verschillende ressen. We proberen zoveel mogelijk met bedrijven in contact te komen. En met vele spelers die hier veel kennis over hebben. Om gezamenlijk met hen een plan natuurlijk te vormen. Alle overheidslagen hebben officieel geen taak op doel. Maar we kunnen wel duidelijk zeggen dat we wel het met elkaar eens zijn. Dus dat we in die context toch zeker wel een gezamenlijk doel hebben. En dat is nu inmiddels ook alweer wat duidelijker geformuleerd in de regionale energiestrategie, ook in Zuid-Holland. Waar zon op dak na energiebesparing eigenlijk in alle resten wel de eerste prioriteit heeft. En zodoende hebben we een gezamenlijk, of heeft de provincie Zuid-Holland alle regio's gezamenlijk een bod van 1,8 terawattuur op dak in 2030 neergelegd. Dus dat is een aanzienlijk deel van alle resten. Waarom liggen alle daken nog niet vol in Zuid-Holland? Nou ja, zon op dak neemt natuurlijk een ontzettende vlucht. We zien dat er heel erg veel gebeurd is in de afgelopen jaren. We verwachten dat er ook nog heel veel gaat gebeuren in de komende jaren. Maar we hebben in het kader van ons AFAS-plan, hebben we in eerste instantie maar eens onderzocht van ja, wat is dan reden om geen zon op daken te leggen. En het een en ander hebben we natuurlijk zojuist ook al gehoord. Ga ik hier nog bij nogmaals bevestigen. In sommige gevallen is het slechts gewoon geen geld of geen ruimte voor investering. Hè. Corona is natuurlijk ook een zwaar jaar geweest voor vele ondernemers. Dus het kan zijn dat er momenteel gewoon even geen ruimte is om die investering te maken. Een ander punt is dat niet alle gebouwgebruikers ook zelf eigenaren zijn van een dak. Komt ook voor dat er geen match is tussen dak en verbruik. Dus dat het dak ofwel te groot ofwel te klein is. We hebben natuurlijk de gedoe-factor, geen tijd, we hebben er geen kennis over, het heeft nu geen prioriteit, andere zaken gaan voor. Soms is de toekomst ook onzeker, je hoort ook wel veehouderijen die aangeven van ja, wij weten gewoon niet of wij over 15 jaar nog een veehouderij zijn. Hè. We weten gewoon niet waar wij over 15 jaar staan, dus willen nu de investering niet doen. En ook wat wij in Zuid-Holland steeds vaker horen, en voornamelijk speelt dat op dit moment in Goeree-Overflakkee in Hoekse Waard, is toch ook wel de aansluiting op het net. Dus dat is iets wat zeker niet in alle regio's van Zuid-Holland, maar wel in steeds meer regio's van Zuid-Holland ook speelt. Nou, dan naar de Zonnige Zuid-Holland subsidieregeling. Even een stapje terug. Hè. Waarom liggen nog niet alle daken vol? Daarop hebben wij dus een aanpasplan geformuleerd. Dus eigenlijk op al deze punten hebben wij op papier ons antwoord op een mogelijke strategie geformuleerd. En dat aanpasplan dat staat ook in de presentatie die jullie achteraf toegestuurd krijgen. Dus al deze antwoorden kunnen jullie graag in dit document. Dat is gewoon online beschikbaar. Kunnen jullie nalezen. Maar het leek me wel interessant om voor deze ronde ook gewoon al concreet te bespreken van nou, welke punten, welke antwoorden hebben wij al geformuleerd op welke vragen. En wat zijn onze ervaringen daarmee. Aanpasplan loopt een tijdje, hè? Dus we zijn daarmee begonnen, moet ik goed zeggen, in 2019. Dus dat betekent dat een aantal punten al opgepakt zijn, maar een aantal punten ook zeker nog uitgevoerd moeten worden. Dus dat is een jaarlijkse strategie die we ook steeds weer bijstellen. En het is ook learning by doing. Situatie verandert, hè? Onder andere capaciteit op het net is iets wat verandert. Dus ook ons aanvalsplan is niet in steen gegoten, in cement gegoten, zal ook aanpasbaar zijn. We formuleren onze doelen ook steeds weer opnieuw. De vraag op, het antwoord eigenlijk op het probleem van dat het dak niet geschikt is voor zonnepanelen is net ook iets wat al even aangesproken is in de presentatie van Roderick. Dat klopt, dat zien wij ook. Vaak is een dak gewoon simpelweg niet constructief geschikt genoeg. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat er sprake is van een asbestdak. En dat eerst de investering gedaan moet worden om dat asbestdak te vervangen. Voordat er zonnepanelen opgelegd kunnen worden. Nou, ondernemers die hiermee te maken hebben, die kunnen gebruik maken van de subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland. Op het moment dat u zonnepanelen wilt of dat een dakbezitter
zonnepanelen wil. En we hebben het over een capaciteit ten alle tijde van meer dan 15 kilowatt piek. Dat is weer wat voortkomt uit het klimaatakkoord. Dan kan men een subsidieregeling of een subsidie gaan aanvragen om het dak eerst constructief te versterken voordat er zonnepanelen opgelegd worden. Die subsidie houdt 80 euro per kilowattpiek in met een maximaal van 100.000 euro. Datzelfde geldt voor als een asbestdak vervangen moet worden. Dus op het moment dat het asbestdak vervangen wordt en er worden tegelijkertijd zonnepanelen geplaatst, dan komt men ook in aanmerking voor deze subsidieregeling. Nou, we merken dat deze subsidieregeling steeds beter gaat lopen. Wat ook interessant is, is dat dakbezitters die hun dak beschikbaar willen stellen aan een energiecorporatie ook in aanmerking komen voor deze subsidieregeling. Die ontvangen eenmalig 5000 euro voor toch communicatie die vooraf met een energiecorporatie plaatsvindt. Je moet ervan uitgaan dat je je dak volledig ter beschikking stelt aan een energiecorporatie. Dus de energiecorporatie is degene die het grootste gedeelte van het project opbouwt. Dus je hebt er zelf als dakbezitter vrij weinig last mee. De energiecorporatie neemt ook de installatie in beheer. Maar je ontvangt dus wel voor de gesprekken vooraf en dergelijke. En voor het feit dat je je dak ter beschikking stelt, dus die 5000 euro. Kan overigens gecombineerd worden ook met het constructief aanpassen van je dak. Of het vervangen van een asbestdak. Hè? Want het kan natuurlijk ook zijn dat je je dak in coöperatie wilt geven. Maar dat die eerst constructief aangepast zou moeten worden. Nou, wat wij in de loop van de tijd gezien hebben. Is dat er in een bepaalde regio van Zuid-Holland ook steeds meer behoefte bestaat om parkeerterreinen te overdekken met zonnepanelen. Ofwel waterbassins in de glastuinbouw te overdekken met zonnepanelen. En dat is iets wat bijvoorbeeld oorspronkelijk niet in het aanvalsplan stond. Maar waar we dus nu wel bezig zijn om te onderzoeken of wij dat in de Zonnig Zuid-Holland subsidie onder kunnen brengen. Omdat een waterbassin natuurlijk heel groot is. Deze waterbassins, het water moet schoon blijven, worden over het algemeen afgedekt met een zeil. En dat is natuurlijk een prima oppervlakte om vervolgens ook zonnepanelen op te leggen. Nu zijn we op dit moment aan het kijken wat voor bedrag nodig is om aan deze subsidieregeling te koppelen. Dus wat zorgt ervoor dat een business case, dat er een business case komt, dat het rendabel wordt. Dat het mogelijk wordt om dit op deze manier aan te passen. Nou, datzelfde geldt voor parkeerterreinen. Dus dat is iets hopelijk wat we dit jaar kunnen gaan aanvullen. En er zullen bepaalde regio's in Zuid-Holland heel blij mee zijn. Deze bijeenkomst gaat er natuurlijk ook over verduurzaming van bedrijventerreinen. Een onderdeel van ons aanvalsplan. Maar wat zelfs verder gaat dan ons aanvalsplan, is de subsidieregeling verduurzaming bedrijventerreinen. Even kijken, ik zie dat ik nog 2 minuten heb. Ik dacht dat ik 15 minuten zou krijgen in totaal, dus ik ben een beetje verrast. Ik ga er iets sneller doorheen. Verduurzaming bedrijventerreinen gaat verder dus dan zon op dak. Op het moment dat 5 ondernemers op een terrein willen samenwerken aan een energieproject, dus bijvoorbeeld energie opwekken uit hernieuwbare bronnen, zoals zon op dak, gebouwgebonden maatregelen energiebesparing, hè, want wat je bespaart hoef je niet op te wekken, of een aansluiting op een lokaal warmtenetwerk, kunnen gebruik maken van deze regeling verduurzaming bedrijventerreinen. Of indien minimaal 3 ondernemers op een terrein willen samenwerken aan een project, als het gaat om klimaatadaptatie en de vergroting voor biodiversiteit, komen ze ook voor deze subsidieregelingen in aanmerking. Nou, wat ik graag nog even als laatste zou willen toelichten is een project wat wij met een energieadviesbureau zijn gestart. Namelijk het verzilveren van STE-beschikkingen. Wij hebben een energieadviesbureau na een uitvraag in de hand genomen. En dit energieadviesbureau, Econetic, wat straks ook aan het woord zal komen, belt voor ons de beschikkingen na die bij RVO als het ware op de plank zijn blijven liggen. Dus dat zijn de STE-beschikkingen, die zijn vrij inzichtelijk bij RVO, maar waarvan we kunnen zien dat deze niet verzilverd worden. Nou, daar is vaak een reden voor. Daar wilden wij gaan achterhalen of wij deze dakbezitters die dat dus wel hebben aangevraagd en intentie graag wil gaan realiseren, of wij daarbij kunnen ondersteunen. En dat is een heel erg interessant project. Het loopt iets anders dan we aan de voorkant hebben bedacht. Maar we halen daar heel erg veel informatie uit. Ook leren wij
Wederom, wat eigenlijk de redenen zijn waarom dakbezitters struikelen of de moeite niet nemen om deze STE-beschikkingen om te zetten. Ik zou graag willen aanbieden, ik zal mijn gegevens straks graag in de chat delen. Mijn naam Anouk Jutselino en mijn e-mailadres. Mochten er vragen zijn over het aanpasplan, over het project dat we met Econetic hebben lopen, over de subsidieregelingen, dan kunnen jullie die graag aan mij stellen. Hey, hartelijk dank Anouk voor dit verhelderende verhaal. Inspirerend. Ik heb één hele korte vraag voor jou. Stel nou dat andere provincies met een vergelijkbaar plan aan de slag willen. Wat is jouw advies om zoiets van de grond te krijgen? Ja, nou, mijn eerste advies is sowieso, kijk, het is niet geen one size fits all. We hebben verschillende provincies en iedere provincie heeft verschillende randvoorwaarden. Er zijn provincies die natuurlijk veel meer kampen met capaciteit op het net. Er zijn andere provincies die veel meer vrije ruimte ter beschikking hebben. Dus ik denk dat het voornamelijk kijken is naar de behoeften die er in de provincie liggen. En vooral veel met, ook gewoon met de dakeigenaren zelf in gesprek te gaan en goed te luisteren. Wat zij vertellen, maar ook aanbieders van zonnepanelen en dergelijke, want die zitten heel dicht bij de markt. Energiecorporaties kunnen van heel veel informatie voorzien. Begin gewoon bij het binnenhalen van informatie van waar deze experts allemaal tegenaan lopen, maar waar de dakbezitters zelf ook tegenaan lopen. Helder. Hey, super, dankjewel. Je bent dus nog te benaderen in de chat. Anouk, ik wil je hartelijk bedanken voor je bijdrage. En dan zou ik de volgende spreker willen gaan vragen. Welkom Erik. Jij werd net al even genoemd door Anouk. Yes. Je werkt bij Econetic en jullie hebben een aanpak zonder op bedrijfsdaken om eigenlijk te ontzorgen of het gedoe wat wel eens wordt genoemd rondom zonnendak te doorbreken. Zeker. En jij gaat ons daar vandaag wat meer over vertellen. Dus aan jou het woord. Ja, dankjewel. Hey. Dankjewel. Leuk dat jullie alle kijken. Mijn naam is Erik van Marrewijk en ik werk voor Econetic en ik ga jullie vandaag meenemen in een concept van ons, het zon op bedrijfsdaken concept. Alvorens ik daarmee ga beginnen, zal ik mezelf even iets verder voorstellen. Zoals gezegd, mijn naam is Erik van Marrewijk. Ik werk ongeveer 3 jaar voor Econetic nu en ben daar als adviseur primair bezig met het realiseren van zonnepanelenprojecten op daken van bedrijven. In opdracht van bedrijven of soms uit naam van gemeenten of andere overheidsinstanties. En dat doe ik bij Econetic. Dat is een duurzaam adviesbureau, ongeveer 8 jaar geleden opgericht. En dat houdt zich eigenlijk bezig met alle vormen van duurzame energie. Dus buiten zon, waar we het in dit geval over gaan hebben. Houdt het zich ook bezig met wind, biomassa en geothermie. Maar ook met de warmtetransitie of met energiemanagement en energiebesparing. Maar in dit specifieke geval gaan we het hebben over ons concept zon op bedrijfsdaken. En dat is ook niet veel anders dan dat de naam al zegt. Het gaat over het realiseren van zon of zonnepanelen op die bedrijfsdaken. En je ziet daarbij, wij zijn dat concept eigenlijk begonnen vanuit de centrale vraag die je veel bij ondernemers terugziet. En dat begint ermee dat ondernemers vaak wel willen. Dus het begint ermee dat een ondernemer zegt, nou weet je, ik wil wel zonnepanelen, maar. En dan komt er heel vaak een maar. En die maar kan eigenlijk van alles zijn. Die maar kan zijn, maar hoeveel kost me dat nou? Welke investering moet ik daarbij aan denken? Maar ook, past het wel op mijn dak? Welke risico's zitten er eventueel in het traject? Hoe ziet zo'n traject eruit? Wat is het rendement dat ik draai? En wanneer heb ik dat geld eigenlijk terugverdiend? En ik heb er eigenlijk ook helemaal geen tijd voor. Hoe pas ik dit nou precies in mijn standaard werkzaamheden in? Nou, allemaal vragen die je, als je dat plat slaat en kernachtig formuleert, dan komt dat terug op eigenlijk 2 zaken. 1, ik heb als ondernemer relatief weinig tijd. Ik ben primair bezig met iets anders dan het realiseren van die zonnepanelen. Logisch, je bent primair je product aan het verkopen of je dienst aan het leveren. En daar moet voor omzet voor gedraaid worden. Dus het moet er allemaal maar naast. En daarnaast, ja, je weet dus vaak niet hoe. Je hebt het nog nooit gedaan. Het is een nieuw traject. Relatief is het toch een dure investering. Een beetje afhankelijk van de grootte van het systeem natuurlijk. Maar ja, daar komen gewoon heel veel vragen bij kijken. En dat leidt er dan toe dat er in veel gevallen geen beweging plaatsvindt. Dat die initiële wens niet wordt omgezet in werkelijke actie. En dat is zonde, want we willen met elkaar natuurlijk ergens naartoe. En
om die status quo te tackelen of daar een oplossing voor te bieden, hebben we het zonnebedrijfsdakenconcept bedacht. En dat is eigenlijk gebaseerd op 4 kernpunten. Het begint eigenlijk met dat wij werken vanuit uit naam van de gemeente, vanuit een neutrale partij, die gelijk vertrouwen wekt bij een ondernemer. En in combinatie met lokale partners, zodat je ook in die lokale context, dat je daarin bent ingebed. En dat je samen met die lokale partner, die vaak warme contact heeft, die weet wat er speelt, die weet welke ondernemer waarmee bezig is, dat je ook in kan spelen op de lokale vragen die er zijn. En gezamenlijk zo'n aanpak kan starten. Het tweede element gaat over het verkrijgen van inzicht. Alvorens je concreet aan de slag gaat met zo'n campagne of met zo'n concept, wil je eigenlijk weten, wat speelt er nu binnen mijn gemeente? Welke SDE-beschikkingen zijn er al en hoe staat het daarmee? Dus wat Anouk eigenlijk net ook zei. Maar ook, welke behoeftes zijn er bij deze ondernemers? Nou, soms zijn dat behoeftes die door het hele land spelen, die je overal ziet, maar soms kan dat ook juist door de lokale context weer bepaald worden. En het is goed om dat aan de voorkant te weten, zodat je ook een beetje weet waar je rekening mee moet houden als je zo'n concept of zo'n traject begint. En je hebt daarnaast ook al gelijk een eerste selectie gemaakt van ondernemers die hiermee aan de slag willen. De derde pijler is dat je dan vervolgens een campagne start. Juist om die ondernemers te enthousiasmeren, maar ook te informeren over het project dat je gaat draaien, de kansen die daarin liggen, maar ook het traject dat er voor ze ligt. Zodat je die vragen waar ze mee zitten, dat je die ook goed kan adresseren en de risico's die er soms worden gezien of gepercipieerd, of die nou terecht of onterecht zijn, dat je het daarover met elkaar kan hebben. Zodat er daar veel meer duidelijkheid over bestaat van, nou, ik wil die zonnepanelen maar wel, maar waar hebben we het dan over? Dus al die redenen die ik net zei. Wat kost me dat? Hoe ziet een traject eruit? Wat vinden mijn partners ervan? Et cetera. En het vierde punt dat hierbij hoort, dat is misschien wel het belangrijkste, is dat je gedurende het gehele proces, dus dat is vanaf aan de voorkant informatie over, oké, hoe ziet dat traject eruit, tot aan de achterkant waar je het hebt over dat die zonnepanelen er daadwerkelijk liggen, dat je met onafhankelijk advies, zonder dat er een belang in zit voor jou als adviseur, de ondernemer kan bijstaan in het traject dat hij doorloopt. En dat zorgt er gewoon voor dat er vertrouwen is bij zo'n ondernemer en dat hij daar met zijn wens, dat hij daar de risico's die hij ziet, dat hij die weg kan nemen. En dat hij dus geïnformeerd door dat hele proces heen kan. En dat gaat dan dus verder dan alleen aan de voorkant voor die investeringsbeslissing. Dat hij zich daar vertrouwd mee voelt, maar ook op het moment dat het er al ligt, dat hij vertrouwen heeft dat daar een goede installatie ligt die geïnstalleerd is door een goede partij. En dat de garanties en de prestaties van de installatie zijn wat ze moeten zijn. Wat is het traject dat je doorloopt als ondernemer? Het gaat er in eerste instantie over dat je zo'n ondernemer meeneemt. Maar hoe ziet het traject eruit? Zodat hij interesse heeft. Zodat die eerste initiële wil van de ondernemer om iets met de zonnepanelen te doen, dat je die ook faciliteert. Dus hoe ziet de initiële business case eruit? Welk traject ligt ervoor? Hoe lang duurt dat ongeveer? Welke investering spreek je over op basis van het dak dat je tot je beschikking hebt? Nou, vervolgens, als daar voldoende interesse is om daar met elkaar op door te gaan, dan wordt in veel gevallen bij grootverbruikers subsidie aangevraagd. Op het moment dat je een kleinverbruiker hebt, dan hoeft dat uiteraard niet. En dan kan je met salderen door. Maar bij grootverbruikers moet je dit nog wel doen. Het moment dat die subsidie niet meer nodig is, die zal er zeker komen, maar op dit moment is die er nog niet. Een derde stap, en dat is vaak een stap waar een project wat moeite vindt, is in de technische haalbaarheid. Kan het project naar op mijn dak? Nou, dat heeft natuurlijk te maken met, zoals er net ook al werd gezegd, past het op het net? Je ziet netcongestie in veel regio's, maar ook, is mijn dak sterk genoeg? Is de dakbedekking voldoende sterk? En is die van voldoende leeftijd? Maar ook, wat vindt mijn verzekeraar hiervan? Nou, zo zijn er allemaal zaken die je wil verifiëren in die fase om te bepalen, is het technisch haalbaar om zonnepanelen te realiseren op mijn dak? En ook om te zorgen dat die ondernemer daar dus met die vragen zit. Nou, het vierde punt, dat ga je richting de uitvraag. Zodat je als ondernemer, maar wat is een goede leverancier? Of hoe ziet een goede uitvraag eruit? Welke normering moet ik rekening mee houden? Welke eisen moet de installatie aan voldoen?
allemaal vragen waar je als ondernemer mee kan zitten, waarbij je dan in zo'n traject bij ons terecht kan. En uiteindelijk natuurlijk de realisatie. Dus nou, hoe ziet een goed projectplan eruit? Hoe weet ik dat mijn installatie aan bepaalde eisen voldoet achteraf? Waar moet ik rekening mee houden tijdens de realisatie? Wat moet ik daar zelf nog in doen? Ook dat is een juist nog een moment waar je als ondernemer met specifieke vragen zit, waarbij je bij ons terecht kan. En dat concept dat loopt eigenlijk heel goed. We doen dat inmiddels bij een dertigtal gemeenten en bedrijfsverenigingen. Dus in sommige gevallen gaan wij uit naam van gemeenten en in sommige gevallen gaan wij uit naam van een bedrijfsvereniging naar ondernemers toe. Hebben we inmiddels ruim of meer dan 900 ondernemers geholpen met 50 verschillende campagnes. En is er inmiddels al 30 megawatt gerealiseerd, maar er zit nog heel veel in de pijpleiding. Want heel veel van die concepten die lopen natuurlijk door. Het zijn langere trajecten alvorens je ze op het dak hebt liggen. En een van die concepten die wil ik er even uitlichten. Zonder bedrijfsdaken Veenendaal. Een van de eerste keren dat we dit concept hebben gedaan. In samenwerking met in dit geval de ondernemersvereniging in Veenendaal. Ondersteund door de gemeente. Dus in die, daar zie je echt de perfecte samenloop van de verschillende actoren in de lokale setting. Nou, we hebben inmiddels 3 campagnes gerealiseerd en zijn al 20.000 panelen liggen er op het dak. Echt in verschillende groottes. Ik heb installaties liggen van, nou, nog geen, van ongeveer 30 kilowatt piek, maar ook van meer dan een megawatt. Dus in die zin zie je ook echt dat je binnen de brede behoefte die er bestaat bij de verschillende ondernemers voldoet. En dat sluit ik echt goed aan op de wens van de gemeente die dan in 2035 volledig over wil zijn geschakeld naar hernieuwbare energie. Nou, dat doen we natuurlijk niet in één keer. Dus daar wil je op deze manier naartoe bewegen. En dat lukt. Nou, dat was mijn verhaal. Ik wil jullie hartelijk danken voor het luisteren. En op het moment dat er nog vragen binnen zijn gekomen in de chat, dan heb ik daar zeker ruimte voor. Hey, hartelijk dank voor je verhaal, Erik. Geen dank. Heel duidelijk. Er zijn al zeker wat vragen binnengekomen. Een eerste was een beetje een technische vraag, maar ik vond het wel interessant. Er werd gevraagd, zijn jullie ook bezig met PVT-panelen? Dus dat zijn eigenlijk panelen die ook warmte opwekken. Zien jullie daar interesse in en zo nee, waarom niet? Je ziet dat wel, maar het is relatief zeker nog een stuk kleiner natuurlijk dan de gewone zonnepanelencasussen. Maar je ziet wel dat de vraag naar warmte dat toeneemt. Het is natuurlijk een toenemend actueel thema. Ook de warmtevisies die er in de verschillende provincies wordt neergelegd. Ja, dat zie je wel steeds meer komen. Maar echt hele grote warmte, thermische warmtetrajecten. Dus dat je echt over die meerdere megawatten praat, daar zijn wij nog niet bij betrokken geweest. Ja, verwacht je dat wel, dat in de toekomst meer gaat komen? Nou ja, je gaat op een gegeven moment zit je natuurlijk wel met het feit dat je bepaalde energie niet meer kwijt kan. En daar zou dit mogelijk een oplossing voor kunnen zijn, omdat je op een andere manier omgaat met je opgewekte energie. Dus dat zou wel kunnen, ja. Ja. Andere vraag die ik... sprekers konden ook van tevoren vragen stellen voor dit webinar, die ik langs zag komen. Die vroeg van, hey, hoe zorg je nou dat de koplopers eigenlijk de achterhoede meekrijgen zonder te veel afgeremd te worden? Kun jij op dat proces eens wat reflecteren? Ja, wat ik zo heel belangrijk vind aan zo'n realisatie van zonnepanelen is dat het stopt eigenlijk niet op het moment dat het op het dak ligt. Als jij wil dat enthousiasme doorrolt, dan gaat het eigenlijk over het hele proces. Dus je moet als ondernemer ook tevreden zijn over hoe het gelegd is, over wat het op het dak doet, over hoe het presteert. Je moet het gevoel dat daar goed ligt, dat het veilig is. Er gaan natuurlijk een hoop spookverhalen door de wereld heen. Sommige met terechte kritiekpunten. Dus je wil eigenlijk die begeleiding daarin houden en zorgen dat die ondernemer dat enthousiasme dat hij initieel had van ik wil zonnepanelen, meeneemt ook op het moment dat ze er liggen. En dan creëer je een sneeuwbal. En anders het dat niet is, dus als het daarna een negatieve ervaring is, dan kan dat juist remmend werken. Ja. Helder. En je ziet dat voor bedrijventerreinen kun je denken aan een soort van wat collectievere aanpak. Ja. Nu is de wijkaanpak voor woningen, nou, daar stapt men een beetje vanaf. Die lijkt minder succesvol. Waarom werkt dat voor bedrijventerreinen wel? Nou, wat je bij bedrijventerreinen ziet, is dat ze toch wat gemeenschappelijker in de wedstrijd zitten vaak dan bij woningen, wat een diversere motieven kent. En in dit geval, ja, het geeft ook soms bepaald vertrouwen met elkaar te doen. En het geeft ook een inkoopvoordeel, wat je ook bij consumenten zal zien. En het is zeker niet zo dat alle ondernemers in één keer mee zijn. Zoals ik net bij het traject in Veenendaal zag, we zijn nu bezig richting de derde en vierde campagne.
En daarin zie je elke keer weer dat een nieuwe groep ondernemers enthousiast is geraakt om mee te doen met zo'n traject. En iedereen heeft daarin zijn eigen fase en zijn eigen mate van vooruitstrevendheid. Dus ja, dat, je gaat nooit het hele bedrijf in één keer doen. Maar met een paar werkt dat juist wel heel goed om die synergie te vinden. Nou, je zegt bedrijven, op een bedrijfsnaam, die werken al meer samen. Die doen al meer samen en daarom kun je ze ook samen meekrijgen. Ja, nou, exact. Ja. Goed, en met die uitspraak zou ik willen afsluiten met jou. Hartelijk dank. We zien jou straks nog even terug in de paneldiscussie. Ja. En dan gaan wij de breakouts toelichten. Yes, top. Dankjewel. Erik, super. Voordat ik de breakouts ga toelichten, ga ik eerst even een poll openzetten. We hebben nu diverse bijdragen gehoord. Dus misschien hebben jullie al ideeën gekregen of zijn jullie geïnspireerd geraakt. Wat zien jullie als belangrijkste oplossing om meer zon op dak op bedrijventerreinen te realiseren? De poll staat open, weer aan de zijkant. Ik ga ondertussen verder met het toelichten van de breakouts. We hebben 4 breakouts voor jullie georganiseerd. Eigenlijk gaan ze 3 ervan gaan in op eigen knelpunten voor zon op dak. En we hebben ook een breakout over windenergie. Ik leg ze eerst even inhoudelijk toe en daarna zal ik even de vorm uitleggen. Eerste breakout gaan we het hebben over constructieve beperkingen van daken. Is eerder ook al genoemd als knelpunt. Daarin zal Wouter Vink van Systemic een onderzoek dat TQ Urban Energy in dit najaar gaat laten uitvoeren door Systemic toelichten. En ook de deelnemers om input gaan vragen. Dus als je voor die breakout kiest, dan ga je ook bevraagd worden. En in het tweede deel zal Huip van den Heuvel van SolarEdge jullie bijpraten over de laatste ontwikkeling op het gebied van lichtgewicht zonnepanelen, die uiteraard een oplossing kunnen bieden voor gewichtsproblematiek. In de tweede breakout gaan we het hebben over netinpassing. Door jullie al aangewezen als grootste knelpunt. De kranten staan er de laatste weken ook weer vol van. Daarvoor hebben wij uitgenodigd Ton van Kuik van Enexis. En Evert Raaien van Alphen. Ton die zal eigenlijk het kader schetsen van wat is er nou aan de hand met die netinpassing. En waarom speelt dat op? En ook al vanuit het perspectief van een netbeheerder een aantal oplossingsrichtingen schetsen. En Evert Raaien die weet alles van batterijopslag. En die zal voor jullie gaan schetsen wat batterijopslag kan betekenen om die eigenlijk meer hernieuwbare opwek op het net aan te sluiten. In de derde breakout gaan we het hebben over de business case van Zon op Dak. Daarvoor hebben wij uitgenodigd Jasper Lemmens van DNV. Jasper die is namens DNV betrokken bij de totstandkoming van de subsidiebedragen van de SDE-regeling. En Michiel Sluimers van Sunrock, een grote zon-PV-ontwikkelaar. Zij zullen in gesprek gaan met wat zijn nou de trends die we zien. Kostenreductie aan de ene kant en het afbouwen van stimuleringsregelingen. Kan zon nog steeds uit? Wat zijn daar de laatste ontwikkelingen? En in de vierde breakout hebben wij Armando Aerts van Antea Groep uitgenodigd. En die gaat eigenlijk iets vertellen over de kansen voor windenergie. Want we focussen weliswaar op zonne-energie in dit webinar. Maar ook voor wind liggen er eigenlijk goede kansen bij bedrijventerreinen. En ik vond het ontzettend interessant om daar toch een spreker voor te vragen. Dus hij zal samen met het publiek ingaan op hoe kun je wind bij bedrijventerreinen inzetten. En wat zijn daar de belangrijkste kansen en knelpunten. Dan even over de vorm. De breakouts zijn staat 45 minuten, ze zijn 40 minuten. Jullie worden aangemoedigd om actief deel te nemen. Je kunt er naartoe gaan door in de linkerzijde de sessies aan te klikken. De sprekers die zullen een verhaal vertellen, maar jullie worden ook aangemoedigd om vragen te stellen. Dat kan je in de chat doen. Je kan ook in beeld komen. Er kunnen maximaal 9 mensen in beeld. Als jij even een vraag wil stellen live, dien dan even een verzoeking om in beeld te komen en dan zal de zaalwacht jou in beeld brengen. We raden het af om heel erg te gaan hoppen tussen de sessies. Dat leidt af en dan mis je ook de verhaallijn. Dus kies een sessie en ze zijn allemaal
interessant. Dan gaan we inmiddels verder even met de uitslagen van de poll. Even kijken. Ik zie dat de overgrote meerderheid vindt dat wij gebouweigenaren en beheerders moeten ontzorgen. Nou, dat is interessant. Dat is toch, hoe zeg je dat? Koren op de molen van Erik en Anouk net. Dus daar zullen we zeker verder mee aan het werk gaan. En voor de andere oplossingsrichtingen zie ik dat ook men nog wel wat gelooft in batterijopslag en lichtgericht panelen komen terug. Verdere kostendaling van zon-PV die worden eigenlijk maar heel matig ingeschat. Nou, goed om dat te weten van iedereen. Wij gaan naar de breakouts. Die gaan om 3:30 precies beginnen. Dus je hebt een paar minuten de tijd om even naar de sessie te gaan. En als je dan nog snel naar het koffiezetapparaat kan rennen, dan doe dat gerust. Maar om 3:30 gaan wij de breakouts in. Veel plezier bij de breakouts.